De lockdownmaatregelen worden vanaf maandag voor 2 weken verscherpt. Dit zei Danielle Feira van het Directoraat Nationale Veiligheid gisteren op de COVID-19 persconferentie. Feira zegt dat de aanscherping noodzakelijk is omdat een deel van de samenleving zich niet houdt aan de maatregelen. Ondanks de lockdown ging bijna alles normaal door. De DNV-directeur zegt dat er ook enige veranderingen zullen plaatsvinden voor wat betreft de essentiële diensten. De essentiële diensten gaan werken met een minimale bezetting. De categorisering van die essentiële diensten gaat ook veranderen. Winkeluren en naar de winkel gaan gaat volgens een heel ander model plaatsvinden. Auto's rijden op straat, transport. U gaat horen volgens welk model we ons op de openbare weg gaan begeven. U gaat vandaag niet alle informatie krijgen, mensen. Maar morgen om 6 uur in de middag is er een persbriefing. Er is morgen zaterdag een persbriefing, geen persconferentie. Vanaf maandag zullen de persconferenties per Zoom worden gedaan. Wij gaan niet op straat. Alle diensten, al die essentiële diensten die zich hebben geregistreerd, die nog niet geholpen zijn voor maandag, moeten op de telefoonnummers die we hebben hun informatie doorgeven en u gaat telefonisch worden afgehandeld. Uw informatie gaat naar de politie gaan, dus het gaat niet zo zijn dat u niet op straat kan gaan. Feira benadrukt dat ondernemers die zaken in het binnenland moeten afhandelen, dit weekend de tijd daarvoor hebben. Ze zegt dat slechts enkele diensten normaal zullen functioneren. Ondernemers die zaken te doen hebben in het binnenland, mensen met goudconcessies, houtconcessies, mensen die bedrijven hebben in het binnenland die langs 1000 checkpoints moeten gaan. Als u voor maandag niet weg bent, gaat u niet meer weggaan. Mensen die voor voeding en al dat soort zaken moeten zorgen. Als u nu niet de gelegenheid neemt om uw proviant in te slaan en het weg te brengen, en ook geluk moro. U hoeft niet te bellen, niet te appen, het gaat niet lukken. En als u weg bent voor maandag, komt u terug. Wanneer? Na 2 weken. Dus die verscherping gaat 2 weken lang duren. Iedereen die in problemen komt, whatsoever, zal contact maken met het Nationaal COVID Management Team. Morgen krijgt u alle nummers waarop u gaat kunnen bellen. En u kent ook de nummers van NCCR. Wat gaat normaal doorgaan? De gezondheidsdienst, gezondheidswerkers, de ziekenhuizen, de veiligheidsdiensten, de bewegingen die vanuit overheidswegen noodzakelijk zijn en ook die gaan minimale bezetting hebben. Dan denken we dus aan de belastingdienst, de salarisadministratie van die ministeries, de banken, allemaal vanuit back office. Dat denk van dat ieder zo gezellig op straat zo, dat feestje gaat niet meer door. Dat was dus Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid. De lockdownmaatregelen worden ingaande maandag voor 2 weken verscherpt.